Hey, leuk dat je kijkt. Welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel. Vandaag ga ik beginnen met een hele nieuwe serie hier op het kanaal. What I Eat in a Day. Dit is dus deel 1, waarin ik je meeneem door de dag heen. En ik je laat zien wat ik allemaal eet en drink. En ik begin natuurlijk bij het ontbijt. En dan gaan we naar het middageten en het avondeten en alles ertussendoor wat ik allemaal eet en drink. Ik hoop dat je het leuk vindt, dat je er inspiratie uithaalt. Ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om te zien. Oh, daar gaat Oreo. En nou ja, daar gaan we. We gaan beginnen bij het ontbijt. Zojuist heb ik dit pakket ontvangen van, je ziet het al, IKEA. Met, ik ben heel benieuwd, de nieuwe plantaardige balletjes. Oh, ik ben zo benieuwd naar deze doos ook. Deze balletjes, helemaal plantaardig, kun je vanaf zaterdag 1 augustus kopen bij alle IKEA-vestigingen. En zowel in het restaurant, al zijn die volgens mij vanwege de omstandigheden momenteel gesloten. Maar in ieder geval wel na de kassa in de Swedish Shop. En een zak met 500 gram vind je in de vriezers en dat kost €3,49. En het mooie is dat deze balletjes dus ook op het menu komen te staan. En daarmee is het vegan menu het goedkoopste menu, het goedkoopste gerecht wat op de kaart staat. Want je kunt deze balletjes al eten vanaf €2,99. Nou, dat is toch hartstikke goed nieuws. En wat ik ook niet wist, wat ik hier dus lees in de brief die erbij zit... Dit is echt fantastisch, want IKEA Nederland streeft ernaar om eind 2020, dus eind van dit jaar, een kwart van het aanbod van IKEA Food plantaardig te hebben. Dat is toch fantastisch, echt waar. Ik was wel fan van IKEA, maar nu nog ietsje meer. Ik ga nu in ieder geval eerst kijken wat er in die doos zit. De ballen van IKEA. Het is ook verpakt in een doos, zoals je die bij IKEA hebt, met de meubels. Meubels koopt, zit het ook in zo'n doos. Oh, wat leuk. Kijk, de ballen van IKEA. Een recept. Oh, voor de balletjes. Oké. Er zitten alle ingrediënten voor dat recept zitten in de doos. Oh, deze is zo lekker. Dit is van Oatly. Haverroom. Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Deze heb ik heel vaak in het winkeltje van IKEA gezien, maar nooit geprobeerd. Vossenbessenjam. Oh, nice. Van Alpro ook rijstmelk. En een mooie karaf. Oh, en deze wilde ik eigenlijk al heel lang. Een hele mooie bewaardoos. Het is echt heel cool. Van glas. Nice. En broccoli.
en champignons. Ik ben helemaal blij met dit pakket. Top. Alleen, het is 6:30, dus ik ga het niet meer redden om een hele maaltijd hiermee te maken. Dus dat ga ik morgen denk ik doen. Het is natuurlijk what I eat in the day. Dus ik ga dat sowieso morgen doen. Maar ik ben echt zo benieuwd. Ik moet gewoon weten hoe deze smaken. Dus die ga ik nu wel bereiden. Dus kom, gaan we naar de keuken. Het is de bedoeling dat je ze bevroren bereidt. Oké, je kunt ze in de oven bereiden. En ik bereid ze voor in de koekenpan. Bak ongeveer 10 minuten in een beetje olie. Op laag tot middelhoog vuur. Om de minuut doorroeren. Oh, ze kunnen ook in de magnetron. Nou, ik heb de balletjes klaargemaakt. Binnen 10 minuten zijn ze klaar. En nu gaan we kijken of het ook lekker is. Ik ben benieuwd. Moet ik nog eens als eerste, ja. Serieus? Ik heb gewoon de eer? Ja. Oh, wow. Met of zonder? Nee, ik bestel me altijd zonder. Oké. Oh, wauw. Wauw. Ja? Echt benieuwd. Oeh. Oh, wauw. Zo. Oh, dat is echt bizar. Stevige bite. Net als vlees inderdaad. Het is net echt. Tenminste, wat ik me kan herinneren. Of niet? Ja, maar ik vind het net echt. Het is wel ietsje pietje zoeter, heb ik het idee. Alhoewel, ik moet zeggen, het is alweer lang geleden. Of het langst geleden dat ik daar ben geweest. Dat was echt voor de lockdown. Lockdown. Wat? Maart of zo? Maar denk ik dan? Ja. Ik vind het heel lekker. Probeer. Ja, vind je het lekker, ja? Nou, toch proberen. Ik vond die groenteballetjes nou niet echt zo lekker. Nee. Nou, wel lekker, maar dat lijkt niet op vlees. Precies. Ja, zo. Er zit ook groente in hoor, of niet? Ah nee, dat is de saus. Maar het is zogenaamd gehakt dan. Eigenlijk had ik nog een andere zak erbij moeten halen. Althans, ja, met vlees. Gewoon voor mezelf om te proeven. Een blinddoek. Ja. Maar ik moet zeggen, ik probeer mijn ogen dicht te doen en nu een hap te nemen. Knip, knip, knip. Ja, als ik mijn ogen dicht doe, dan is het net alsof ik echt vlees aan het eten ben. Dat is echt bizar, ja echt. Bizar. Wauw. Dus jij zou ze misschien wel bestellen in het restaurant? Zeker weten. Ja? Ja. Je zou ze een burger van moeten maken. Ja. Het is heel mals. Helemaal niet droog of zo. Nee. En dat heb ik vaak. Ja. Dat is vegan denk ik. Is ook vegan dus? Ja. Plantaardig zou ik niet eten. Plantaardig. Wauw. En dit is gemaakt met erwteneiwit. Nou, dat had je ook nooit gedacht, hè? Dat je dat lekker zou vinden. Nee. Erwteneiwit. Nee, rot op maar. Ga weg. Ja, dat is het eerste ingrediënt. Het bestaat voor 30% uit erwteneiwit. Wat is die andere 70%? Aardappelen, paneermeel, ui, zwarte peper, tomatenpoeder. Ja, dat proef je wel. Gedroogde appel. Huh? Die proef ik niet. Neem jij die? Nee, ik heb nog meer. Neem jij hem. Een goed teken. Nou, dit is wel een succes. Nou, we gaan heel snel naar IKEA zodra de restaurants weer open zijn. En een zak halen van deze. Ook dat. Ik wil het vaker. Ja. Ik wil het iedere week eten. Iedere week. Gewoon lekker met een prakkie. Ja. Het smaakt er ook wel bij. Ja. Je kan ook op de barbecue denk ik aan een stokje. Oh, dat is briljant. Ja. Een satéprikker. Wauw. Met satésaus. Vegan satésaus. Oh ja, lekker. Oh my god. Ik weet wel wat ik vind weekend ga eten. Ja, nou we hebben er nog genoeg, dus dat kan op de barbecue. Hey, ik haal desnoods weer nieuwe, maar mij niet. Ja, is goed. Vanaf zaterdag dus. Okay. Ja. Oké. Okay. Wow. Cool. En dus ze heette trouwens Huvudrol en dat betekent in de hoofdrol. Ook leuk. Huvudrol. 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 Plantbad. Hoe zou ik het uitspreken? Hoe het verst leeft. Huvudrol. 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 Nog een keer. Huvudrol. 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 In de hoofdrol. In de hoofdrol. In de hoofdrol. Huvudrol. Ja, in de hoofdrol. Mooie naam. Want het is de hoofdrol van de maaltijd dan. Ja. Ja.
Nou ja, sowieso. Huvedrol. Ik ben voor. Ik stem, als ik het cijfer mag geven, mag ik het een cijfer geven? Ja. Dikke 9,5. Wauw. Ja, ik vind hem echt heel lekker. Ja, voor mij ook wel 9. 9,5, ja. 9 mag iets pittiger gemogen, maar altijd iets ja, maar dat kun je zelf doen. Hebben. Ja, dat kan je zelf doen. Ja, kan je wat op peper overheen. 9, ja, ook een 9. Ja. Nou, we gaan weer verder met What I Eat in a Day, want dit is natuurlijk niet alles wat we gaan eten. Dus dat ga je zo zien wat we nog meer gaan eten. Maar dit was in ieder geval een review van de balletjes. Tot zo. Kun je nog meer maken? En ik heb net dit aangepakt bij de voordeur, want we hebben lekker besteld. Nou, als je me langer volgt, weet je dat dit absoluut een van mijn favorieten is. Heerlijke groenten en tofu en onderin zit zilvervliesrijst en dat allemaal in een satésaus, pindasaus. Van Easy. Zo lekker. Nou, ik zit nog helemaal vol van het eten, dus een toetje, daar heb ik geen trek in. Maar ik heb wel trek in iets warms en ik ga voor een golden milk. Golden milk is een drankje op basis van onder andere kurkuma. En ik heb deze mix gemaakt en daarvan zal ik het recept hieronder linken. Als eerste verwarm ik wat havermelk in een stilpan. En dan heb ik hier een vrij groot glas. Je kunt ook gewoon een mok gebruiken. En daar doe ik dan een flinke theelepel van de mix in. En daarbij doe ik een klein beetje gekookt water. Daarbij gaat iets van agave of een zoetmiddel naar keuze. En ik heb hier vegan honing. Dat heb ik bij de Bijenkorf gekocht. Dat past hier echt perfect bij. En daar doe ik een lepeltje bij. En dat roer ik goed door. En met zo'n potmix kun je trouwens echt vele, vele koppen maken. Want ik ben alweer vergeten wanneer ik deze heb gemaakt. Echt heel lang geleden. En ik maak dit echt vaak klaar. Want je hebt maar een lepeltje nodig. Dus kun je nagaan hoe lang je met zo'n pot doet. Echt een aanrader. Nou, de melk is nu goed warm en die giet ik erbij. En dan heb ik in de melkopschuimer ook havermelk opgeklopt. Dan vind ik het lekker om dat er nog zo bij te doen. Kijk. En dan heb ik een heerlijke golden milk. Het is super lekker en heel goed voor je. Ik vind het echt perfect om na het eten te drinken. Ik drink tegenwoordig vooral dit na het eten en ook chai latte. Die zal ik ook een keer laten zien. Ik krijg ook altijd veel vragen over hoe ik die nou precies maak. En ja, dat is gewoon super lekker na het eten. Love it. Ik probeer 's avonds eigenlijk geen koffie meer te drinken. Omdat ik dan ja, toch wel wakker lig. Dus ik ga nog heerlijk genieten van deze golden milk. Hij is echt perfect. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende video. Doeg!